De barbrigade is inmiddels lekker onderweg en tijdens de technische keuring heb je kunnen zien dat onze auto's wat kleinere en grotere gebreken hebben. Nou, vandaag is de dag dat we lekker gaan sleutelen om ze wat beter te maken en dat doen we allemaal onder de bezielende leiding van Herman. Goedemorgen Nick, welkom in dit heilzame Noordwijk waar niet alleen de Duitsers herstellen, maar waar we ook auto's gaan herstellen. Waar we niet alleen Duitsers repareren. Nick, heb jij enige ervaring met het repareren van auto's? Ik vul de ruitenspluiervloeistof wel eens bij. Oké. Ja. Nou, dan denk ik dat we vandaag een hele leerzame dag voor jou gaan maken. Oh ja, en ik was vergeten te zeggen dat ik mijn auto ook heus wel eens de wasstraat inrij. Gauw naar binnen met die barrels, want we zijn hier dus in Noordwijk en dat betekent zeelucht. En als ze hier buiten blijven staan, roesten ze nog veel harder. Hey Herman, het probleem bij mijn auto is wel een beetje duidelijk, want bij de keuring is geconstateerd dat hij een lekke remleiding heeft. En nou rijd ik al eigenlijk een week rond met een handremlampje dat blijft branden. Dus ik vermoed dat het wel dringend wordt. Dat zou best kunnen, want als hij lekt, dan houdt het een keer op als hij niet bijgevuld heeft. Ja, maar is het echt gevaarlijk om ermee door te rijden? Het is gevaarlijk om ermee door te rijden, want eigenlijk nog met de helft van je remkracht. De helft. En het is zo, tegenwoordig hebben we gescheiden remsystemen. Dus links voor, rechts achter en andersom. Dus hij blijft altijd op twee wielen remmen. Maar dan heb ik wel halve remkracht. Je hebt halve remkracht. Dus tijd om er vandaag wat aan te doen. En dat gaan we voor je oplossen. Hey Joshua, jij gaat me helpen met de remleiding. Is dat een heel erg klus? Zeker, dat is geen makkelijke klus. Pijn hier. Ja? Is niet makkelijk. Maar het lukt altijd, dus... Wat gaan we precies doen? Hoe pakken we dat aan? Want het hele systeem moet ook leeg, hè? Zeker. We gaan eerst het reservoir leegzuigen en dan gaan we de auto op de brug zetten natuurlijk. Mm-hmm. Dat is een agressief spul, hè? Ja, het is een okay. Agressief spul. Ja. Dan, dit is de verkeering. Dan kunnen we beginnen met vanaf waar gaan we vervangen en wat gaan we vervangen. Nou, dat ging als een dolle, toch? Het valt niet tegen. Nee, hè? Ja, maar het is goed. Hij weet niet veel, hè? Dan zie je wel wat remvloeistof leren. Oh, kijk eens even, daar hangen echt dikke druppels aan. Ja. Kijk, ze hebben het al een keer gerepareerd. Denk. Ja. Daar gaat het mis, want ze hebben een verbinding ertussen gezet. En daar lekt hij niet op. De rest van de remleiding is goed. Ja. Dus hij is gewoon verkeerd gerepareerd in feite. Ja. Dan hoef je geen remleiding te vervangen. Maar jij wil graag een remleiding vervangen. Nou, ik wil niet graag een remleiding vervangen, ik wil gewoon winnen. Ik ga ervoor. Dat is goed, dan gaan we de spullen erbij pakken. Ja. Ja, het is gewoon een goede auto. Ik heb een goede auto gekocht. Klein gebrek. Dat kost zo'n rolletje. Geen idee wat die precies kost, maar... Koper, messing, het ligt hier vol met dure spullen. Ik hoop maar niet dat ze mijn tas gaan controleren als ik straks weer wegga. We gaan deze tussen vandaan halen. Ja? Ik denk dat het het makkelijkste is als we dan even deze en deze loshalen, omdat we dan wat ruimte in die remleiding krijgen om wat te bewegen. Lefty losing. Dat zou ik nooit anders doen, hè? Nee, jij moet er vanaf blijven. Ja, wel een gat in de bodem. Hier. Ja, kijk hier. Oh, dat is een kleine probleem. Oh, die is gescheurd. Ja, is strak vastgezet. Dan moeten die schoteltjes die er nu nog om zitten, die moeten er ook af. Dan zitten deze, die klemmen erom. Oh ja. Dan even kijken of we die eraf krijgen. En een tangetje. Anders moeten we een klein stukje inkorten. Dan hopen we dat we dat redden. Ja. Het systeem is nog niet heel erg leeg. Nee, hij drupt nog een beetje uit, denk ik hier zo. Als altijd wel zo, die leidingen krijg je nooit helemaal leeg. Nee. Gewoon doorratelen totdat hij door is. Ja, gaat hij al. Een soort van schuurspons dit. Ja, eigenlijk wel. Nice. Heb eens. Ja? Moet ik even goed uitkijken. Oh. Er zit een klein schoteltje in. Die moeten we goed hebben. Oh, kijk, hieronderop. Dan gaan we eerst dat tonnetje erop en dan schuiven we het schoteltje over de leiding. Dan aan allebei de kanten. Klein schoteltje erop. Moet hij nog op een bepaalde richting? Nee, hè? Nee, dat is niet. Zo.
En aan de andere kant. Dan drukken we deze erop. En die moeten we dus niet te strak doen, want nee, dan breekt hij. Dan breekt hij inderdaad. Zo denk ik dat hij wel goed zit. Wil je nog checken? Voor de zekerheid doen we even controleren. Ja, dat is belangrijk voor mijn punten straks. Dat is perfect. Volgende keer kan je tellen. Ja, denk het ook, ja. Alleen kom ik de apparatuur tekort. Ja, ook veel lenen. Ja, blijven. Dan terug. Overal terug op zijn plek klikken. Ja. Dat is nu wel goed vast. Hey, als ik dit als consument laat doen, wat kost me dat dan? Nou ja, dat verschilt natuurlijk per auto hoeveel je moet doen. Over de hele lengte van de auto of een klein stukje. Maar ja, als je qua arbeid en spullen die je gebruikt, gaat een hoop tijd altijd in zitten. Dus ja, je bent zo'n paar honderd euro kwijt natuurlijk. Ja, en soms gaan ze ook boven de brandstoftank langs, hè? Ja, dan moet je ze laten zakken of soms in het ergste geval helemaal demonteren inderdaad. En dan gaat er inderdaad een hoop tijd en werk in zitten om dat goed voor elkaar te krijgen. Ik kan er niet op bezuinigen, dat is het. Aan de andere kant, ja, die moeten goed zijn. Want inderdaad, als je zo blijft rijden, dan gaat dat niet goed komen. We gaan in ieder geval eerst het reservoir bijvullen. En dan gaan we met druk op het systeem zetten. En op die manier gaan we hem dan door laten lopen dat er weer remvloes op het systeem zit. Dus die dop die zit er niet goed op. Ja. Anders moeten we het op de ouderwetse manier gaan doen. Deze moeten we hebben. Hier gaan we de remvloeistof in opvangen. Dan gaan we naar de achterkant. Moeten we eerst weten, dat zijn ontluchtingsnippeltjes. Hier zit een gaatje in. Hier zit die leiding. En daar zit natuurlijk dat cilindertje. Die zorgt dat je als je rem bedient, dat die remt. Als deze openzet, dan kan die vloeistof er doorheen. Dan kan je dus ontluchten, verversen, et cetera. Pompen. Vast. Open. Komt er wat uit? Ja, dan komt het uit. Vast. Ja. Kijken we even of er nog genoeg remvloes in het reservoir zit. Er zit er iemand nog genoeg in, we gaan hem wel even afvullen. Dan gaan we het allerbelangrijkste doen, een druktest. Ja. We gaan het systeem vol onder druk zetten om te kijken of die daar niet meer lekt. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Deze doen we er even op. Nou, pompen met alles wat je hebt. Nou, het systeem staat vol. Kijk, dan zie je ook de remmen zijn helemaal geblokkeerd. Ja. En dat blijft mooi droog. Geen lekkage meer. Beter. Nou, ik mag wel zeggen dat het een hele succesvolle operatie was. En morgen ga je kijken hoe Stefan het doet met zijn Mondeo. Vind je me geslaagd? Mooie tijd neergezet, hè? Alles lekker opgelost, dus ja. Dik tevreden. Ik heb geen modderfiguur geslagen in elk geval. Gelukkig niet. Waar is mijn dop? Daar zo. Ja. Dicht bij hem over. Ja, dat is voor mij wel handig.